Welkom bij Natuurlijk Zoe. Vroeger keek ik altijd met liefde naar de rattenvanger van Hamelen. En vandaag ga ik op pad met de muskusrattenvanger van Amerongen. En daar zijn we dus. Hi. Hoi. Eddie. Tis buurman. Tis. Welkom. Man, goede naam ook, Tis. Dat is uniek. Ja, dat is niet alledaags. Nee, dat klopt. Het zit meer een beetje in de familie bij ons. Is het Fries, Tis? Nee, niet dat ik weet. En ik zou ook niet weten waar het echt vandaan komt, hoor. Of je vader is gewoon vergeten de I op te geven. Of de vader van mijn vader, want die was ook al een Tis. Dat kan ook wel, ja. Ja. Geen idee. Nee. Muskusrattenbeheer. Ik heb die muskusratten eens even opgezocht. Want ik heb hem eigenlijk nog nooit in het wild gezien. Ja. Ik vind het een beetje lijken op een bever gekruist met een otter. Zeg maar de staart van een otter en de kop van een bever. Mm-hmm. Klopt dat een beetje? Is dat, Ja, het heeft wel raakvlakken. Hè? Het zijn allemaal familie van ook? Nee, geen familie van. De muskusrat is wel familie van de muizen, de woelmuizen. En het is trouwens wel goed dat je hem weinig ziet, want dan doen jullie werk goed. Precies. Dat is beter. Ja, en de kans is dat je hem in het voorjaar ziet als ze jongen hebben, is iets groter of 's nachts. Maar het is heel goed dat je hem niet ziet, want we willen die populatie zo laag mogelijk houden natuurlijk. Ja. En dan, natuurlijk, maar waarom bestrijden jullie dat beest? Waarom laat hem niet gewoon lekker zijn gang gaan? Dat is heel simpel, we bestrijden voor de veiligheid. Droge voeten. Ja. En wat kan dat beestje dan doen wat het onveilig maakt voor iedereen? Graven. Hij fokt heel erg. He, dus twee muskusratten kunnen hetzelfde jaar 20 worden. Zo. En als je dat doortelt, dan heb je binnen 5 jaar 200.000 muskusratten. Wow. En hij graaft. Kuub grond per jaar gemiddeld. Nou, en als dat in dijken gebeurt, dan heb je een probleem. Dat is vervelend, zeker in Nederland. Dan staat het onder water. Ja, waar komt dat beestje vandaan? Want wat ik vernomen heb, is dat het is een uitheemse soort. Ja, dat is het ook. Het is een exoot. Zonder natuurlijke vijanden. Dus het is eigenlijk echt een niche hier. Waar komt hij vandaan? Hij komt van Noord-Amerika. En wat voor vijanden heeft hij daar? Een beetje de grotere roofdieren? Ja, de grotere roofdieren. Beren, wolven. Ja. En hij is ooit meegebracht door de Tsjechische graaf. Die heeft hem begin 1900 meegenomen voor de pels. En die heeft hem wat losgelaten voor de jacht. Wat een sukkel. Ja, wat een sukkel. Wat een sukkel, inderdaad. En dat heeft zich als een olievlek eigenlijk uiteindelijk uitgebreid over Europa en ook in Nederland. Want hij fokte sneller dan dat jullie, zeg maar, of tenminste je voorvaderen hem konden afmaken. Precies. Het is vandaag verschrikkelijk koud weer. En je staat hier met vaatlaas, had ik net gezien. Of heb je die... Ja, het is een waadpak. Omdat hier in Amerongen, we zitten hier in de uiterwaarden in Amerongen, het is hoog water geweest. Ja. Normaal hebben we lieslazen, kunnen ons werk redelijk uitvoeren. Maar nu is het water op plekken zo hoog, diep, dat ik voor de zekerheid toch maar een waadpak aan heb. Dat ik zeker weet dat ik niet nat word. Dat je ballen droog blijven. Ja, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar nu ga je mij zeker vragen of ik ook zo'n waadpak aan wil doen. Nou, kijk, ik zie hem al liggen. Ik heb hem meegenomen dus. En dat is niet voor niets. Oh, hoe koud wordt het, Tis? Ik wil echt even... Koud. Want je wil hier ergens inlopen? Ja, zitten ze hier? Ze zitten hier. De muskusratten, als het water te hoog wordt, dan gaan ze op zoek naar een alternatieve leegplek. En dan maken ze soms winterhutten, zoals wij dat noemen. Okay. En de winterhutten zijn eigenlijk een soort van composthoop waarin ze leven en ook de warmte van de compost hebben. En hier op dit watertje zitten 3 winterhutten, waarvan 1 bereikbaar voor ons, als je het waadpak aan doet. Oké, nou dat gaan we eens doen. Ja. Alright. Ja, kijk, ik heb er al zakjes onder gedaan. Slim, hè? Tip van mijn camera vrouw. Ja, hop. Ja, dat lukt wel. Sexy dan. Dit was ik nog nooit. Hartstikke leuk dat we dit nou in de winter gaan doen. Waarom doe je dit niet gewoon in de lente? Ja, er zitten hele grote voordelen aan de winter. Sowieso is het zo. Ik heb er nog geen 1 gevonden. Die ga ik je helemaal vertellen. Okay. Over een minuut denk je, daar zit wat in. Okay. Het is dus zo dat in de winter worden er geen jongen geboren. Dus als je bij A begint en je werkt naar B en je vangt alle muskusratten weg, dan is het slim om dat te doen voordat ze gaan paren. Helder. Je bent er. Dat is 1. Ja. IJs, dat is de tweede. En deze week hebben we IJs. Dat noemen wij speurijs in vakjargon. Ja. En daar kun je heel
heel goed je werk mee doen, profijt van hebben, omdat de muskusratten veel meer beelden laten zien, speurbeelden zoals wij dat noemen. Gewoon spoortjes eigenlijk. Ja, ja. Wat een bikkel eigenlijk, die muskusrat, want die pijnt ze niet over, die zwemt gewoon onder het ijs. Die zwemt gewoon onder het ijs, ook al hebben we weken ijs, dan zien we ze nog onder dat ijs gewoon hun ding doen. Je hebt letterlijk en figuurlijk overeen schaatsen op de duur. Ja, Noord-Amerika, daar zijn ze dit weer gewend. Ze komen vanuit een winteromgeving. Daar hadden ze moeten blijven. We hebben de eerste ervaring. Oh. Ja. Ik zat echt bijna op mijn grijze ring, joh. Niet normaal. Oh. Denk aan de tak, hè? Ja. Check. Maar ik begrijp ook, Tis, dat eigenlijk wat je nu doet als jager is ook niet actief proberen die beestjes te vangen. Je hebt een val gezet en je hoopt dat ze daar in terecht zijn gekomen. Ja, dat klopt. Een aardige ochtendworkout. Je hebt mensen die gaan gewoon in een fitnessruimte zitten. Ik ga gewoon achter Tis aan. Slopend als twee sleepboten door het ijs. Ja, ijsbrekers. Ijsbrekers. Nou, daar kunnen we inderdaad net bij, hè? Goed man, dit is hem. Dit is hem. Wat zit er nou allemaal in, joh? Kijk eens hier, die snippers. Ah, ja. Vers vreten. Ja. Maar wat eet ze? Eten muskusrat? Bijna 100% vegetarisch. Oké, dat is echt een groenteeter. Ja, rietwortel. Wat grappig. Gras, ja. Riet. Want de rattensoort, hè, dan denk je, nou, dat kan wel zo'n omnivoortje zijn met die tandjes. Dat komt overal wel doorheen. Ja, maar het is een heel verschil met een bruine rat, hè? Ja. Bruine rat is zeg maar een vies beest, hè, met bacteriën. Feitelijk, de muskusrat is een schoon beest, die maakt je net als een kat helemaal schoon. Dat brengt geen ziektes over? Ze dragen wel ziektes, maar van binnenuit. Vossenlintworm bijvoorbeeld zijn ze dragen van. En ze kunnen in hun vacht ook de ziekte van Weil meenemen. Ja. Maar in principe is het een schoon diertje. Ja, oké. Dus eergisteren hebben we je klemmen gezet. Zijn er nog niet bij geweest. Het is best spannend of het hier scoren is. Vind je altijd nog een soort van spanningsding? Jawel, ja. Jawel. Kijk, voor ons is het belangrijk dat we die populatie zo laag mogelijk houden. Maar als ze er dan zitten, dan wil je ze ook vangen. Ja, dat snap ik. Tuurlijk. Ja. Ja. Ik had hier ook nog eergisteren dat ijs op de hut neergelegd. Ja. Hier zie je ook het poep. Ah, poep. Ja. Dit was dus de onderkant van het ijs. Hè? Ja. Zo is dat dan. En dan ligt dat zo. En dan is dit het speurbeeld. Ja, dat zijn die belletjes. En dat zijn de belletjes en de keutels. Ja. Jassen kan je niet hebben. Nou ja, voor jou natuurlijk hartstikke onmiskenbaar als sporen. Ja. 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 Als je nou zo'n muskusrat gewoon ziet. Ja? Ik zit ook in de buurt van water. Ja. Dat kan natuurlijk. Gewoon theoretisch zijn dat daar zo'n beestje zit. Moet ik dat dan melden ergens? Alsjeblieft. En het is goed dat je dat noemt. Heel graag. Heel graag. Oh, kijk, nu gaan we zo'n val zien. Ja, dit is dus het kettingje van de klem. En ik ga even met mijn hand naar beneden. Daar heb je die vlaggetjes voor gezet. Daar zit altijd zeg maar zo'n klem omheen. Ja. Hey, we hebben er een. Kijk. Dit is niet een mega groot exemplaar, maar zeg maar wel van vorig jaar. En we kijken straks even of het een mannetje of een vrouwtje is. Hij is heel mooi geslagen op de nek, dan is hij gelijk dood. Ja. En, blijft een beetje cruel natuurlijk, maar ja, ik neem aan dat er heel goed nagedacht is over een wat vredelievende methode. Maar die is er waarschijnlijk gewoon niet. Ja, dat klopt. Het is gewoon een mechanisch vangmiddel. Je zet hem voor zijn voordeur eigenlijk. Ja. En als hij erin zwemt. In of uit, dan is hij gewoon de sjaak. Poef. Ja, hoe. Ja, ja, het blijft dat je een dier moet doden. En dat is wel een ding. Wat een beestje. Je ziet hier de kraagtandjes natuurlijk. Joh, niet normaal hoe groot. Naar verhouding, dat vind ik echt heel groot hoor. Waarom wij dit werk gaan doen, Tis? Want jij vindt het overduidelijk ontzettend leuk om te doen. Ja, nou... Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja. En de kunst is om te vangen en te verlagen, ja, die populatie. En ja, dat is goed. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, en het buiten zijn, toch wel de verantwoordelijkheid en de vrijheid. Ja, en het buitenleven, dat snap ik als geen ander. Dat is natuurlijk fantastisch wat je mag doen. Ja.
Zo, val nummer 2. Even kijken of daar wat in zit. Heel goed voelen. Ja. En voorzichtig. Ja, dan wil je vingers niet tussen hebben. Ook eentje. Joh, mooi qua vachtje, ongelooflijk. Ja, als die vacht droog is, is het echt heel mooi hoor. Het is echt bont gewoon, hè? En ook winter, hè? Echt een wintervacht. Het is zo dat, zeker als je hem echt bejaagt, wat wij dus nu volle bak doen, dan merk je wel dat ze schuw zijn en soms ook wat slimmer worden. Het komt dus voor dat wij een klem zetten en dat ze toch in de gaten hebben dat een klem is. En dat proppen ze dan van binnenuit allemaal gras tegenaan. En dan slaat die klem door dat gras en dat soort dingetjes. En dat kan slim, soms weken duren. Slim beestje. En dan trekken we de klemmen er vanaf en dan wachten we een paar weken en dan laat hij zich toch wel verrassen. Ja. Maar het zijn slimme dieren. Ja. Nou, wij moeten weer die hele survival toch terug. Nou, dat gaan we doen. Neem je ze mee? Ja. Ja, hè? It's such a crazy, crazy feeling, I get weak in my knees. The poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. Even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. Nou, dit is hem dan, hè? Ja, deze die is al iets aan het opdrogen zelfs. Ja. Je ziet ook dat hij een mooie grote rug heeft. Nou, wat ik vooral naar aan het kijken ben, is van... Ik zei dat net van, ja, als ik ze nou zie, dan moet ik het melden. Ja. Maar ja, zo herken ik ze wel. Maar hoe zwemmen ze? Laten ze zich goed zien? Ja, ze laten zich... Hoe maak je niet de verwarring met een gewone rat of met de otter? Nou, sowieso. We krijgen best veel meldingen van ratten. Ja. Hè, en dan weten mensen niet of het een bruine rat of een muskusrat is. Een muskusrat zit altijd bij water. Als we een melding krijgen en ze zitten in het kippenhok en er is geen water... Dan is het geen muskusrat. Nee. En als ze zwemmen, als de mensen ze zien en dan kunnen ze melden... dan zwemmen ze met hun hele rug boven water. Dat is ook een verschil met een bruine rat. Ja, oké. Okay. Bruine rat alleen het kopje of zo. Ja. Okay. En een bever, die is veel groter. Die wordt tot 30 kilo. Ja. Dus appeltje eitje. Tof. Nou, Tis, dankjewel, jongen. We laten ze lekker liggen voor de buizerd. Ja. Dan hebben ze een mooi hapje. Dan hebben ze een fijne grote hap aan, denk ik. Iedereen blij. Ja, dan kom ik morgen nog wel even terug om voor die bontjes handschoenen te maken.